Wisselende weersomstandigheden deze week op het Transavia Grand Slam op Scheveningen. Zon, regen, harde wind, alle zijn ze over de Hake Beach Stadium getrokken. En de complete wereldtop was neergestreken hier op Scheveningen voor een week met top beachvolleybal. Speciale aandacht hadden wij voor Europees kampioenen Sanne Keijzer en Marleen van Iersel en de huidige nummer 1 van de wereld Madeleine Meppelink en Sophie van Gestel. Maar ook de toernooidirecteur van deze Grand Slam was een oude bekende. Ik ben een soort van gast hier voor mensen die hier komen kijken. Grote groepen mensen, de media, de spelers die spelen, waar ik natuurlijk nog wel een beetje een link mee heb. De organisatie zelf wordt gedaan door een ander bureau. Daar heb ik niet zo heel veel mee te maken, anders dan dat we soms even overleggen om alles goed af te stemmen. Maar de verantwoordelijkheid voor de organisatie die ligt niet bij mij. Hoe loopt het? Het weer kan wel wat beter, maar voor de rest draait alles op rolletjes. Dus we zijn heel erg blij met hoe het nu gaat. De Nederlandse teams doen het ook goed. Ze komen nu door redelijk veel teams in het door naar de volgende ronde, zoals het er nu naar uitziet. Dus daar zijn we hartstikke blij mee. 9 koppels in het hoofdtoernooi, dat is wel heel bijzonder. Ja, dat is nog nooit vertoond. 9 Nederlandse koppels in het hoofdtoernooi. Van de 4 koppels die zich via de kwalificaties mochten plaatsen, hebben 3 dat gedaan. Dus dat betekent 4 herenkoppels en 5 dameskoppels. Laten we zien hoeveel ze naar de volgende ronde toe gaan. Als we gaan kijken naar die koppels, zie je daar een aantal kanshebbers bij? Nou ja, Sophie en Madeleine zijn als de nummer 1 van de wereldranglijst hier naar Nederland toegekomen. Nieuwe, jong, talentvol koppel. En die hebben flink doorgehaald afgelopen winter om al het koppels die bij de Olympische Spelen even een beetje gas terug hebben genomen om die voor te zijn. Dat is ze gelukt, ze staan nummer 1 en grote kansen hebben voor het toernooi. We begonnen het toernooi een beetje zenuwachtig, waardoor we de eerste wedstrijd met 2-1 wonnen. En gisteren hebben we de tweede wedstrijd duidelijk gewonnen en net eigenlijk ook overtuigend. Dus we hebben goed gespeeld, goed met de wind gespeeld, dus we zijn door de pool. Is dat inderdaad een voordeel dat jullie hier in jullie eigen land spelen, in je eigen stad zelfs? Ja, zeker met de wind denk ik wel, want er zijn weinig landen waar het zo hard waait. En we spelen vaak in de stad, dus de meeste teams moeten echt meer aanpassen. En dan kunnen wij die omschakeling misschien wat sneller maken. Daarnaast hebben we natuurlijk Sanne en Marleen. En zij hebben vorig jaar het Europese kampioenschap gewonnen en gaan nu ervoor om aan te haken bij de nieuwe nummers 1. Dus dat wordt nog een spannende strijd. Jullie winnen deze pool, ben je daar tevreden mee? Ja, tuurlijk. Beter kan niet, hè? Nee, daar zijn we zeker tevreden mee op dit moment. Ja, zeker. We vinden het altijd fijn om hier te spelen. En er is altijd superleuk publiek, familie, vrienden, fans die ons altijd komen aanmoedigen. En er hangt altijd een leuke sfeer hier. Het toernooi is fantastisch georganiseerd. Dus ja, wij vinden het echt super om hier te spelen. Maar is het niet eigenlijk leuker om te beachvolleyballen in de zon, op de Copacabana zou ik maar zeggen? Ja, natuurlijk. Dat is echt het beachvolleybal. En ook voor de mensen die komen kijken is het veel leuker als het zonnetje schijnt. En dan zouden er misschien ook meer mensen komen, want het is nu nog een beetje rustig. Wat is jullie doel voor dit jaar? Nou, ons doel is eigenlijk dan al een beetje bereikt. We wilden gewoon een medaille pakken. Nou, dan heb je meteen goud gepakt, dat is super. Maar we willen zeker ook wel gewoon nu, ons doel is nu geworden op het WK. Hopelijk een goed resultaat neerzetten en dan nog wat meer medailles pakken op de Grand Slams. En je maakt ook heel slim gebruik van je eigen foundation. Ja, nou, wij zijn als Bas van de Goor Foundation, hè, dat is een stichting die zich inzet om mensen met diabetes bij te brengen dat sport heel goed is om jouw bloedsuikers onder controle te hebben. Die is al bij het goede doel, de MVO-partner, de maatschappelijk verantwoord ondernemer-partner van de Nederlandse Volleybalbond. En omdat dit natuurlijk ook een evenement wat georganiseerd wordt door de Nederlandse Volleybalbond, is dat logisch dat het misschien bij dit project werd betrokken. Maar ja, we hebben nu echt heel veel aandacht. We staan er mooi op alle borden, dus we zijn heel zichtbaar. Dat vinden wij natuurlijk fantastisch. Maar is het ook fijn om in dit weer te spelen met deze wind? Nou, deze wind zoals die vandaag staat is misschien een beetje overdreven. Dat begint wel een beetje tegen het irritante aan te zitten. Maar wij kunnen er redelijk goed mee overweg. Gisteren viel het nog mee en dan heb je wel voordeel aan de wind. En nu zie je ook af en toe een aantal rallies dat je gewoon echt nadeel ondervindt. Met een aanval of met een paas die heel anders terechtkomt dan dat je verwacht eigenlijk. Dus dan heb je het niet meer onder controle en dan wordt het wel wat lastiger. Maar het is wel opmerkelijk. Vorig jaar zijn jullie 9e geworden op de Olympische Spelen. En ineens aan het begin van het seizoen staan jullie gelijk op nummer 1 op de wereldranglijst. Hoe is dat mogelijk? Wat we tegen heel veel mensen zeggen is dat we afgelopen jaar zijn begonnen met een nieuwe trainer. Die ons ook heel veel geleerd heeft op mentaal gebied. En beachvolleybal is een mentale sport. Dus ik denk dat op vooral dat gebied dat we daar een grote stap hebben gemaakt. En dat zie je ook echt in het veld. En daardoor halen we de resultaten die we tot nu toe hebben behaald. Maar het aanloop van het seizoen was minder lekker, geloof ik, hè? Ja, klopt. We hebben een hoop tegenslagen gehad qua blessures.
waardoor we dus een aantal toernooien hebben moeten laten schieten. Maar ja, we zijn nu eindelijk weer een beetje op de weg terug. Dus vanaf hier hopelijk alleen maar stijgende lijn. Is dit ook inderdaad een opmaat naar het WK toe, even oefenen voor de organisatie? Nou ja, oefenen, dit is een organisatie die vorig jaar voor het eerst het toernooi heeft georganiseerd. Daar heeft een enorme kwaliteitsslag plaatsgevonden. Zoals je ziet, het is bijna een VIP-dorp wat hier op het strand gebouwd is. Met allerlei faciliteiten. En de bedoeling is natuurlijk wel, kijk, het is nu 20 graden of nog niet eens 18 denk ik en het waait stevig. Als het zometeen een keertje 30 graden is en het is windstil, dan, dan is het hier een fantastische ambiance. Dus er zullen heel veel mensen afkomen op die ambiance, maar misschien dat er ook heel veel mensen afkomen op het volleybal, zeer aantrekkelijke spel. Alle mondiale toppers zijn hier, alle Olympisch kampioenen, dus dat is ja, fantastisch om te zien. Over 3 weken is dan het WK. Mikken jullie daar ook op een podiumplek? Dat is wel de doelstelling. We willen sowieso top 8 behalen. Dan verdienen we weer een A-status. Dus dat is het eerste doel. En dan gaan we weer verder omhoog kijken. Jullie lijken een beetje op tijd in vorm te komen. Over 3 weken is het WK. Dat is een van jullie grote doelen van dit seizoen, neem ik aan. Ja, klopt. Het WK, dat is wel waar wij op mikken dit jaar. En het toernooi vlak daarna, dat is de Grand Slam in Kestaat. Dat was ook een beetje ons toernooi. Dus we hebben nog 3 weken en we hopen dit toernooi goed in het ritme te komen. Veel te spelen. Dus dat betekent dat we zondag nog maar moeten spelen natuurlijk. Ja. Gaan ons best doen. Hoe kijken jullie nou terug op het vorige seizoen? De 9e plek op de Olympische Spelen. Viel dat tegen? Niet zwaar tegen, maar het was wel teleurstellend resultaat, ja. Nou, over een paar jaar krijgen we weer de Olympische Spelen. Want dat is jullie ultieme doel, neem ik aan. Ja, zeker. Het is allemaal wat we nu zijn allemaal leermomenten om echt op de Spelen te staan. En afgelopen jaar in Londen hebben we het mee mogen maken op het nippertje gehaald. Maar nu is het gewoon echt 4 jaar keihard werken richting Rio. Jullie zijn ook wel iets gezakt op de wereldranglijst. Jullie hebben een concurrent erbij uit Nederland. Niet vervelend? Nee hoor, onze concurrent uit Nederland, daar hebben wij veel mee getraind de afgelopen jaren. En, afgelopen jaar eigenlijk. Ze hebben geen break genomen in de winter. We hebben hard getraind en ja, dat komt er nu uit. Het werft zijn vruchten af en dat, ja, dat gunnen we ze van harte natuurlijk. Maar ja, wij hebben bewust de keuze genomen om iets latere voorbereiding te starten. Om even te ontspannen na de Olympische Spelen. En ja, dat is een keuze geweest en volgend jaar zijn wij gewoon weer keihard terug. Joh. Als je nu gaat kijken naar de concurrenten, en een van jullie concurrenten is natuurlijk, zijn jullie landgenoten, Sanne Keijzer, Marleen van Eersel. Hoe doen zij het volgens jou? Op dit moment, zij zijn deze winter al iets later begonnen met trainen. Dus zij hebben de prioriteit ergens anders opgezet. En op dit moment zijn ze wel volle bak aan het trainen en komt de stijgende lijn er ook in. Dus als we tegen hun spelen kan het ook nog wel een kant op, maar wij gaan natuurlijk wel van hen winnen. Ja, want komt dit toernooi iets te vroeg om echt richting die finale te gaan? Of is dat toch wel waar jullie op mikken? Het had wel gekund, alleen wij, ja, zoals we al zeiden, we hebben gewoon afgelopen weken een hoop tegenslagen gehad. En we niet echt kunnen voorbereiden op dit toernooi. En, ja, eerlijk is eerlijk. We hebben niet heel veel kunnen trainen. Maar we merken wel dat het gewoon tijdens de wedstrijd er gewoon nog wel zit. En dat we wel weten hoe we moeten spelen. Dus ja, wie weet. Ik ga niet zeggen we staan er zondag. Maar we gaan wel ons best doen. Zo makkelijk komen ze niet van ons af hier. Het zou leuk zijn, hè? Finale tegen hen. Ja, zeker. Want dan weten we in ieder geval dat de twee Nederlanders bovenop het podium staan. En ja, dan hopen wij natuurlijk op het hoogste treetje te staan. En we gaan er gewoon voor. En we zullen zien hoe ver we allebei komen.